Ik ben papa van een tienerzoon die ik al heel lange tijd op de doel is. Je zat echt in een situatie dat je als ouder niet wil inzetten. Je zit daar echt, je kent dat afgeleiden in de marginaliteit en je staat erop te kijken. Vorig jaar was ik de trieste ontknoping van ons brokkenparcours. Een bijzonder schrijnend verhaal uit Brugge. Vier jongeren hebben daar zondagochtend een toevallige voorbijganger zozeer geschopt en geslagen dat hij met een schedelbreuk in het ziekenhuis is opgenomen. Ja, dat was echt, onze wereld stortte in. Dat was verschrikkelijk. Van, ja, geweld staat echt ver van onze leefwereld. Die is dan eigenlijk met onmiddellijke ingang in een gemeenschapsinstelling ook opgesloten. Je ziet dan die zoon daar staan met handboeien. In de rechtszaal, dat was echt dat ongeloof ook van, kom aan, drie weken geleden hebben we dan nog gevraagd van dat iets gebeurt. Waarom hebben ze niet gehandeld? Waarom wachten zij dan totdat er iets gebeurt? Van opleiding ben ik maatschappelijk werker. Zeer veel van die slapeloze nachten ook, dat je eraan denkt van, ja, hoe heb ik zelf iets verkeerd gedaan? Wat heb ik kunnen anders doen? Maar als je dan ziet, ja, mijn andere zoon ook, en dat loopt dan wel goed, dan ja, het is echt zo van, die verkeerde vriend, we konden niet meer doen. Deze zaak is een typische zaak, spijtig genoeg, waar dat de ouders doen wat dat ze kunnen, maar eigenlijk botsen op de structuur en eigenlijk buitengezet worden. Want een van de grote lessen, vind ik, is altijd, je moet de ouders betrekken en niet altijd ervan uitgaan dat je ze moet bevoogden. Het plan dat voor ligt, vind ik zelf heel streng voor de ouders, omdat iedereen over op dezelfde hoop wordt gegooid. Ik kan ook wel inbeelden van dat er ook situaties zijn dat ouders niet betrokken zijn, dat ouders zelf in de zelfdrug gebruiken, die verhalen zijn er ook. Maar je mag niet alles op één pot, op één hoop gooien. Ik vind dat er daar zeker nuances in zijn. Zet in op preventie en vlotte reïntegratie. Zodat we verantwoorde burgers hebben die weten van wat is goed en wat is kwaad. Ik ben positief van aard, dus we kijken echt optimistisch vooruit. We zien terug onze zoon van vroeger. Die echt wel vooruitgang maakt.